Deze. Maar je moet wel betalen, hè, straks. Nee. Nu gelijk moet je betalen, hè? Oké. Hoeveel? Ik weet niet, ga kijken. Moet ik jouw legitimatiebewijs hebben? Een kentekenpapier heb ik nodig. Maar dat is niet van mij, hè? Ik weet dat niet. 33 kan je toch wel aanmaken? Alleen 32 nog niet, toch? Oh, uit de... Oh ja, 32 ook. Oh. Je moet betalen. Hij moet betalen. Ja. Ja, maar als je niet van daar buiten... Meneer, als ik, doe, hè? Mijn baas gaat controleren. Ik ben mijn baan kwijt, hè? Daarom. Ik wil heel graag helpen, maar als het niet kan, kan niet. Mijn baan is ook belangrijk. Ben je tevreden over wat je verdient hier? Oh ja, dik. Ik ben zeker dik tevreden. Ik zit boven mijn minimumloon. En dat is? Ja, ik zit op 22 bruto. 2200? Ja. Bruto. Bruto? Ja. Ja. Dat is wel lekker. Ik heb geen werk, want ja, ik ging hangjongen op straat. Nou, hangjongen niet op straat, maar in ieder geval, je deed niks. En nu ik een baan heb, ja, ik ben ambtenaar. En iedereen, mijn moeder is er trots op, mijn zus, mijn broer, iedereen is er zeker. Mijn familie is gewoon trots op dat ik zo een baan heb. Ik heb de school afgemaakt, ik heb geen diploma. En ja, dan ben ik ook wel trots op mezelf, weet je. Dat ik zo'n kans in mijn leven gekregen heb om zo'n baan te kunnen krijgen. Zeker weten. Ik heb toevallig nieuwe schoenen nodig, witte schoenen. Bickenberg. Hoeveel? 200 euro. Dat vind ik wel een mooie prijs, weet je, voor die schoen, weet je. Daar heb ik het wel voor over. Als ik nu geld bij me had, heb ik het vrijgekocht. Geen geld bij je? Ja, ik heb wel, ja, maar ik kan ik nu niet kwijt. Ik moet volgende week mijn shit betalen. Als er nou 400 euro waren geweest, had je ze dan ook nog gekocht? Ja, zeker. Maar voor hetzelfde geld kun je natuurlijk 6 paar andere schoenen kopen. Maar niet voor hetzelfde merk. Als ik iets duurs koop in de winkel, dan weet ik van mezelf van... Als je op straat loopt, ja, jongen, het is jouw geld, het is voor jou, je hebt het gekocht, het is duur. Je loopt, het is gewoon chic. Truitjes, alle merken heb ik. Versace, Armani, Prada, Björn Borg, Nike. Noem maar op. Dat soort gebied ben ik onwijs modieus, hoor. Met elkaar kleding ben ik heel fashion. Ik wil wel veel geld hebben. Waarom wil je veel geld hebben? Ja, heb je gezien hoe de mensen in Miami leven? Die doen hun deuren open, hebben zon, zee, strand, cocktailtje erbij. Ze worden wakker, ze gaan naar een party, ze komen thuis slapen. Hoe volgt nog weer een party? Krijg je mij zo'n dag? Echt wel, hè? Ze hoeven niks te doen. Geld staat gewoon op de bank. Ja, dat wil ik ook. Zeker. Wat heb je er allemaal voor over om dat te bereiken? Ja, wel veel. Ah, je hebt natuurlijk wel gehosseld. Ik heb gehosseld, ja. Heling, wat je gaat plegen gewoon. En wat was je eerste hossel dan? Mijn eerste hossel was... Nou, mijn eerste grootste hossel is make-up geweest. Daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen. Dit is Raja. Is mijn neefje. Dat is mijn nicht, Ria. En ja, is haar zoontje. Het is wel iemand op wie ik kan bouwen, zeg maar. Wat vind je van het hosselen? Welke hosselen? Als ik toen vroeg met de make-up en dan de shit. Oh ja, nou dat was voor mij hartstikke ideaal. Ik bedoel, ja, hij maakt zijn geld ermee. En voor jou is het handig? Wat zeg je? En voor jou is het handig? Ja, tuurlijk. Dus als je wat nodig had, kopen. Dan kon je hem wel bellen? Ja, altijd. Ja? Ik heb het anderhalf jaar gedaan. Ik denk toch wel dat ik bij elkaar gehosteld heb die tijd. 2,5 ton. Zo. 2,5 ton, dat was ik 18, 19 jaar. En dat is allemaal op nou? Ja, tuurlijk. Zwart gaat altijd het eerst weg. Wat heb je nog meer zo'n aan? Leppies tijdje. Ja, leppies. Maar dat was dan echt... Ja, laptop. Oh, laptop, oké. Maar ja, dat was meer voor mijn broers en zo. Voor de jongens, die zijn er dan meer geïnteresseerd. En ja, ik heb gewoon thuis mijn computer. Dus... En soms toestels, hè, telefoontjes. En cameraatjes. Ja. Hij komt er altijd mee en ik maak dan gewoon mond-op-mond reclame. En als je helpt mensen, eigenlijk. Ja, als mensen interesse hebben, nou, dan kunnen ze naar Safari toe. Op het moment dat je het doet, weet je dat je verkeerd bezig bent. Maar je weet ook in je achterhoofd dat je het geld ook wel lekker kan gebruiken. Weet je ook, dus daarvoor heb ik het gedaan eigenlijk voor het geld. Begrijp je? En ik was ook de man toen de tijd. Dat ik, als je geld in zak heb je het macht. En vrienden? Jij hebt veel meer vrienden dan dat je geen geld hebt, hoor. Echt waar. Iedereen wat uitgaan, iedereen wat geniteerd op jou. En meisjes, zijn die ook geïnteresseerd in geld? Meisjes, zo. Geldwolven, golddiggers. Ja, meisjes zijn erger dan jongens. Mensen die geen geld hebben, die gewoon een uitkering hebben, die moeten wel hosselen. Een uitkering, ik heb ook een uitkering gehad. Kan je niet van leven. Dat is hoeveel geen geld. Was dat dan? 700 euro, dat is geen geld. Daar kun je niet van leven? Nee, dat was niet veel geld. Van het luxe hoe wij nu leven, dat kan je 700 euro zo op. Maar dan heb je het toch niet echt nodig? Wat? Dat extra geld? Waarom niet? Omdat je toch te eten hebt? Ja, maar het is wel leuk om ook te genieten van je leven. Dat vind ik gewoon belangrijk.
Dat vind je zo belangrijk? Dat vind ik zo belangrijk. Ik leef één keer, joh. Naar de Calver, man. Ja, ik had gisteren een hosteltje, laptops. 300 euro per stuk waren ze mij verkopen. 18 stuks. Ik heb gezegd, voor 37 wil ik ze hebben. Nee, gaat niet. Nou, top. Juist. Hè. Dan geef ik ze 2 dagen de tijd. Morgen stel ik het ervoor. Kopen, ja of nee? Want zij willen er ook vanaf. Nou, heb ik een mooi deal gesloten. Waar je kan pinnen bij de postbank. Daar op de hoekje ben ik. Oké, ciao. Wat is er nodig voor jou om niet te hosselen? Een goede baan. Een goede baan is heel belangrijk. Met een goed inkomen. En dan gewoon een goed inkomen. Ja, ik zit nu perfect. Ik hoef nu eigenlijk niet te hosselen, maar... Ja, als ik echt een uurtje kan bijverdienen, ja, waarom niet? Ik doe het wel, hè. Net als de make-up heb ik zoiets van, nou kijk, dat zijn leuke dingetjes, maar als je dan met laptops komt of met cameraatjes en zo, dan heb je toch wel een bepaald risico eraan, dat ik denk van ja, Silvano, straks snij jezelf in de vingers. En dat zou ik hem ook natuurlijk niet willen wensen, want ik wil hem altijd het beste toewensen en ik hoop ook altijd dat hij gewoon het rechte pad op zal blijven gaan. En als hij wel eens wat verkeerd doet, ja, dan stimuleer ik hem altijd weer van, Silvano, ik vind wel dat je verkeerd bezig bent. Wat zou je niet doen om... veel geld te verdienen, wat voor illegaal zou je niet doen? Niks. Mensenhandel, weet je. Mensen vermoorden? Nee, mensen vermoorden niet. Mensenhandel en wat is het nog meer tegenwoordig? Loverboy acties, nee, niks van mij. Ah. Hallo Ria. Hallo. Hallo. Hey, hoe is je? Hey, hoe gaat het? Zo, pas het wel op één badplaatje heb ik gewacht? Jawel. Ja. Doe je gelijk mee? Met shotje? Met wat? Alsof ze het nooit gedronken hebben, hè? Je betaalt altijd alle drank voor iedereen? Voor je vrienden? Nee, niet altijd. Ik heb ook af en toe geen geld natuurlijk. We zijn. Mensen gaan drinken? Rahana, Remy, Ria en Silvano. Oh ja, 4 maar. Met geld kan je leven. Dat is het. Als je geen geld hebt... heb je geen zorgen. Ja, met geld... Juist. Met geld heb je geen zorgen. Ja, dat is het gewoon. Ja, zo is het. Cijfer. Wat gaat het je kosten, denk je, vanavond? Ik weet het niet, we zien het wel. Wat kost jou het gemiddeld? Ja, het ligt eraan. Kijk, hoe de avond loopt natuurlijk, weet je. Echt een leuke avond hebt. Ja, als het een leuke avond is, kan het wel gemiddeld 100 tot 250 euro oplopen, ja. Okay, jullie betalen ook voor de dames? Ja, kijk, als ik een drankje drink, dan drink ik met z'n allen, weet je. Ik ga niet in mijn eentje een drankje bestellen, weet je. Dat is niet... niet zo gierig. Dat is niet mijn stijl, weet je. En zo zitten we allemaal in elkaar, weet je wel. Okay. Dus als wat hij net al zegt, als de ene geen geld heeft, we zeunen elkaar en dat, weet je wel. Maar Remy vraagt altijd zijn geld terug. Remy vraagt altijd zijn geld terug, hè? Ik loop altijd door met de bonnetje. Ik schrijf alles stiekem op. Duidelijk zijn. En na het einde van de avond, als iedereen weer nuchter is, eigenlijk de volgende dag, dan verrekenen we eigenlijk alles weer met elkaar. Oké, maar onder vrienden? Ja, vrienden. Hij heeft het net als dat mij niet kent, weet je. Het ligt verschillend. Kijk, als ik een paar verhalen ga vertellen over hem, zijn we ook nog niet klaar, weet je. Maar goed, ik ben niet zo, weet je. Ik ga hem nou niet... Het is zijn avond vandaag, weet je. Zijn dag. Ik ga hem niet voor schut zetten vandaag, weet je. Hoe... Over die container gesproken, over het stegen. Wil je weten wat er gebeurd is? Nee. Kijk, knip. Het is eigenlijk zo gegaan. Nee. Je weet. Maar je moet een goede bodem zien. Nee, maar ik ben al eerder bezig. Euro's. Dus. Ah, oké. Okay. Laat me kijken wat Ria's koken is vandaag. Nee, Ria's andere nog hoor. Ja, ik ken die mensen hier zo van de Lof ken ik. En zodoende heb ik een beetje contact gelegd. En ja, via VPRO, ja, een mooie gastlijst gemaakt. Ik mocht 10 mensen meenemen, nou, de rest is gewoon, heb ik ook gewoon geregeld, drank is ook geregeld. Dus jullie sparen 125 euro. Ja, we sparen toch 125 euro. Dus, we sparen doekoe, zeker. Je bent nou niet met een vriendinnetje hier. Nee, joh. Dus ga je nog wat versieren vanavond? Ja, we checken vanavond toch wat de avond brengt. Zeker weten, teammates, altijd. Geef je ze dan ook een bonnetje? Ja, we checken als er geen golddiggers zijn, geen bitches zijn. Ja, altijd ben ik wel in voor een drankje, weet je. Want golddiggers, die zitten alleen maar achter je geld, hè? Ja, dus dat, weet je, daar hou ik niet van. Ik moet wel een beetje respect hebben.